Als ik hier nou lang blijf liggen met mijn hoofd hieronder, nou is die uitlaatpijp warm, is al geen goed idee. Maar dan zakt deze auto naar beneden en zit mijn hoofd klem. Dan gaan we dat natuurlijk niet doen. Maar wat we wel gaan doen is een rondje rijden in deze unieke Citroën ID Normaal uit 1958. Ik sta hier bij officieel de meest geaaide auto van Nederland. En ik stond daar vandaag zelf bij hoe vaak dat gebeurde. Maar buiten dit buitengewoon, ja wat is het eigenlijk hè? Het is gewoon een heel slecht afgewerkt dak. Is dit ook een bijzonder unieke auto? Je hebt al natuurlijk al gezien, een Citroën ID is al uniek. Deze is nog weer unieker. Stap in, dan rijden we een rondje. Als je dan zeg maar in de autowereld unieke auto's hebt, dan is de Citroën er daar eentje van. Dan heb je binnen de Citroën DS range nog weer een uniekere uitvoering. Dat is de Citroën ID, een basisuitvoering eigenlijk, of een vereenvoudigde versie van de DS. En dan heb je binnen die uitvoering nog een uniekere versie die nog meer uniek is. En dat is de auto waar ik vandaag in rij, van mijn dierbare vriend Marco Lagarde. De Citroën ID Normaal. En dan denk je, wat is er nou dan zo normaal aan? Nou, het Franse woord normaal, dat stond voor het feit dat deze auto was ontdaan van zo'n beetje alle, hoe moet ik het zeggen, opties of uitrusting die een auto maar kon hebben. Want Citroën had, zoals ik ook al in de vorige DS-video heb verteld, door de introductie van de DS verschillende problemen op zijn hals gehaald. En die kan je bijna niet meer voorstellen in de wereld van vandaag. Maar niemand had nagedacht over marketing of over het feit dat die auto onderhouden moest worden. Vandaag waren we op een hele grote Citroën openluchtbeurs. Een Citroën Classic op vliegbasis Twente. Waar deze auto de meest geaaide auto was van de dag. Dat sowieso, kom ik zo meteen op terug. Maar een man zei daar, hoorde ik daar zeggen tegen een andere man van, weet je, het enige wat niet revolutionair was aan deze auto, was de motor. Voor de rest was het bij de introductie een ongeëvenaarde auto die veel te geavanceerd was. Dus Citroën kwam er al snel achter dat het aantal pech en storingsgevallen van vooral in de eerste jaren van de DS zo groter was dan het aantal verkochte auto's bij elkaar. En dat moesten ze dus op gaan lossen. Dus wat bedachten ze is, we gaan het model D gaan we voorzien van een auto daaronder. Want ze begonnen met de ID-serie. Dus je had de ID en de DS. Die zagen er voor de niet-kenner vrijwel identiek uit. Maar ze konden nog steeds prijstechnisch het gat tussen de vrij dure DS en zijn voorganger, de Traction Avant, niet dichten. Dus, zo gezegd, zo gedaan, de ID Normaal was geboren. Nou, dat is deze auto. Er zijn er 395 van gemaakt, heel goed verkocht dus. En van die 395 zijn er nog 3 zeker en waarschijnlijk 4 over. Eentje in Tsjechië, 2 in Frankrijk en deze auto die al 25 jaar bij mijn goede vriend Marco in zijn garage stond en uiteindelijk dit jaar, begin 2022, is gerestaureerd. En wat is er nou zo bijzonder aan die ID Normaal? Nou, hij heeft zeg maar niks. Het enige wat deze auto heeft is, behalve zijn vormgeving, het innovatieve hydropneumatische veersysteem en die enorme raampartij. Maar verder heeft hij dus niet, wat heeft hij allemaal niet? Hij heeft geen stuurbekrachtiging, hij heeft dus een groter stuur dan normaal, dan er op een DS zit. Hij heeft geen rembekrachtiging, hij heeft geen stoelen, maar hij heeft een bank.
Hij heeft geen Citroën ID motor, maar een gewoon 1-op-1 overgezette motor van de Traction Avant. En hij heeft een stalen motorklep in plaats van een aluminium. Hij heeft geen lipje om de achterklep op te tillen. Hij heeft maar 1 zonneklep. Hij heeft geen ruitensproeiers. Ja, wat heeft hij allemaal nog meer? Ja, ik kan beter zeggen wat hij niet heeft. Hij heeft geen rosetten. En hij heeft ja, heel veel klassen. Heel veel klassen. En ik heb er vandaag bij gestaan en nu ga ik het proberen in zijn 2 te zetten. Gaat dat lukken? Ja. Ik heb er vandaag bij gestaan en ik heb tientallen gesprekken gevoerd met mensen die op zich al, nou ja, citrofielen waren, zou ik maar zeggen. Die dus veel van Citroëns weten, maar toch niet wisten wat ik wel wist over de bizarre details van deze auto. Want ja, kom er maar eens om, hè, vandaag de dag. Sowieso de vormgeving al, maar ja, het feit dat je dus een auto zodanig uitkleedt, kijk naar het dak van ongepolijst of ongespoten polyester, dat je hem zodanig uitkleedt dat hij zo goedkoop kan worden dat hij hopelijk kan dienen als eigenlijk een soort marketingmachine voor de verkopers in de toenmalige Franse showrooms, die dan konden uitleggen aan de klanten die hun Traction eigenlijk al te duur hadden gekocht, ze konden maar bijna niet betalen, en toch ontzettend graag in een Citroën DS konden rijden. Nou, die konden ze niet betalen. Nou, dan maar een Citroën ID, die er hetzelfde uitziet, maar minder uitrusting heeft. En dan van de Citroën ID nog de normale uitvoering. Dus dan gingen ze met die verkoper, en je ziet het tafereeltje, zie je dan zo voor je. Ze gingen dan met die verkoper, gingen ze dan zitten in de showroom, en dan zei die verkoper, nou weet u, dit is een hele kale uitvoering. Maar ja, wat eventueel zou kunnen, is dat u dan een uitvoering neemt die dan voor een paar honderd frank extra de luxe en de klasse geeft die u zoekt. Zodat u dan toch kunt beschikken over of stuurbekrachtiging of rembekrachtiging. En het mooie natuurlijk ook is, wat je dan hoort op zo'n schitterend evenement als waar we vandaag waren met deze auto, deze unieke Citroën ID normaal, zijn de verhalen. En dus heb ik gelijk even de gelegenheid te baat genomen om aan een aantal mensen te vragen, wat is nou zo bijzonder aan Citroën als merk, maar vooral aan deze DS of ID? Why is this a special car? A special car, but I also own one. You own? Yeah, an auto own one. But a DS or ID? ID. An ID. And what makes this car special? Yeah, special starts in the beginning, 1955, if it's coming up with a special suspension, with a special steering, with a hydraulic system inside. Very aerodynamic design. So if you read the news about those things, you can identify them. So many details about the car, but yeah, it's very special at this time, and it's still special today. Ik vind het een sexy auto. Heel vrouw, mooie vrouwelijke vormen en ja. Een wunderschöne Form. Also irgendwie so. Heute sehen ja alle Autos gleich aus. Und das Auto ist sehr speziell, ist was Besonderes. Ich habe auch schon ein paar Enten gehabt, aber Citroën, jetzt habe ich ein anderes Auto, weil ich viel fahren muss, aber der Wagen ist hübsch. Es gibt kein schöneres Auto, ne? Ich rede lekker in mijn eigen BMW. BMW? Het rijdt heel comfortabel. Ja. En je hebt veel bekijks, hè? Je wordt de hele tijd gezwaaid naar je, dat is ook wel grappig. En je wordt niet zo snel wagen zien. Ja. Heel vrouwelijk bekeken vind ik de vormen gewoon heel mooi. Dus het is denk ik gewoon dan het plaatje, het romantische plaatje en dat wat er omheen zit. Het is gewoon een hele mooie auto. Gaan we dan wel de goede kant op met de auto-industrie? Nee, want er wordt steeds meer eenheidsworst. Dus dat moeten we niet willen eigenlijk, hè. We moeten weer auto's met een smoel laten zien. Dat zou Citroën ook nog meer kunnen doen. Kan je je nog herinneren dat deze auto op de weg kwam? Ja, dat kan ik me echt herinneren. Ik vond het een fenomeen. Ik heb het nog nooit gezien. Zo mooi van vorm. Zo fantastisch. En daar reed ik zelf in een eend. Dat was allemaal wol
enzovoort, hè, bol en nog eens bol. En dan kwam er nog een stroomlijnde auto. Dit was mijn jongen. En mijn baas die kocht hem ook. Ja, mijn baas was een apotheker. Die kon dat wel betalen. Ik weet als klein kereltje dat het zo spannend was dat er één spaker stuur was. Dat was toch helemaal bijzonder. Ja. En dan moest ik op mijn rukken gaan zitten en dan kon ik kijken dat hij ook omhoog ging. Nou, en dat hij de straat uitrijdt, toen was het een en al verwondering. En dat is de herinnering die ik met name aan de godin heb. Want zo wordt hij toch eigenlijk, dat is ook de meest passende naam voor de auto die legendarisch is in mijn beleving. Tientallen verhalen van mensen die nog in hun jeugd hadden meegemaakt dat deze auto op de weg kwam. En wat is nou ook het bijzondere verhaal van deze auto en hoe is deze auto in Nederland gekomen? En daar sluit het dan even mee af, want wat ik al zei, ik kan uren over deze auto vertellen. Maar deze specifieke auto is, ik denk, volgens mij is die 40 of 50 jaar in één familie geweest. En is nog volledig in originele staat, behalve de lak. En wat is nou het verhaal wat Marco heeft kunnen achterhalen achter deze auto? Dat is het feit dat hij besteld is op de Parijse Salon van 1956. Daar is hij besteld door een vrouw, een nicht van de latere Franse eigenaar. En die vond het geweldig dat deze auto een bank had, want zij wilde met haar vriendinnen makkelijk naar een of andere plaats rijden waar ze vaak kwam. En het was zo handig, want dan konden ze samen of met z'n drieën op die bank zitten. Gordels en airbags en zo was natuurlijk allemaal geen sprake van in die tijd. En die dame heeft ongelooflijk goed voor deze auto gezorgd. En haar neef kocht deze auto dus van haar over. En die heeft hem uiteindelijk afgeleverd, of hij is terechtgekomen begin jaren 90 bij een Franse handelaar in Parijs. Dat is weer zo'n mooi verhaal. Toen kwam er een Nederlandse handelaar en die zei, ik wil bij jou een Citroën DS Cabriolet gaan kopen. Nou, dat zei die handelaar, dat mag wel van mij, vooruit dan. En, daar rijd ik weer eens een twee weg. Maar dan moet jij ook nog een paar andere DS'en die ik heb staan en deze idee moet je meenemen. Dan mag jij die heel bijzondere cabriolet kopen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus die auto die kwam in Nederland terecht, ergens in 1991, 1992. En Marco, de eigenaar van deze auto, zat toen in de redactie en is ook medeoprichter van het bekende Citroën DS Clubblad, La Bombe Citroën. En die kreeg lucht van die auto en die is naar Noord-Holland of naar Groningen of Drenthe gereden, naar die handelaar, samen met een kennis toen de tijd. En die heeft net gedaan of die wist hoe uniek deze auto was. Dus die is er een beetje omheen gelopen. En hij zei tegen de handelaar, nou wat wil jij dan hebben voor die auto? Want ja, ik weet het niet hoor. Wat is het? Zit er een tractionblok in? Ja, zegt die man, ik weet het ook niet precies. Maar ja, hij is wel origineel volgens mij. Ja, zegt Marco, ja dat zal wel. Maar nou, vooruit dan maar. Hij was niet in zo'n mooie staat als nu. Dus die heeft voor relatief weinig geld deze auto gekocht in 92, 93. Heeft hem onder zijn huis in de toenmalige Groenmarkt in Dordrecht geparkeerd. En toen ik Marco leerde kennen, omdat onze vrouwen collega's waren, toen vertelde hij al in 1997, ik ga deze auto renoveren, restaureren en als die klaar is, dan mag jij er wel in rijden. Dus iedere 5 jaar vroeg ik aan Marco, hoe is het met de idee en rijdt hij al? Nee, nou ja, je kent dat wel, dat verhaal. Geen tijd, geen geld of een combinatie van beide. Een paar bedrijven gevraagd, die zouden allemaal in de loze uren zouden ze aan de auto werken. Nou, je weet ook wel hoe dat gaat. En uiteindelijk was er een bedrijf die heeft dat karweitje in de loze uren binnen een jaar of zelfs binnen een half jaar volgens mij gefixt. En die heeft deze auto dus teruggebracht in de staat waarin die nu is. En ik vind hem geweldig. Geweldig. Ik moet nog even goed kijken op het overige verkeer. Van binnen is die totaal origineel. Dus de stoel waar ik nu zit op is, of de bank waar ik nu op zit, is voorzien van een deken. Maar daaronder zit nog de originele bekleding uit 1958, het bouwjaar van deze auto.
Hij heeft hem alleen maar over laten spuiten en wat laten renoveren. Er zijn een paar kleine wijzigingen aangedaan om de auto voor het moderne verkeer net iets beter en iets handiger te maken, ook qua onderhoud. Maar verder zit ik dus weer in een tijdmachine en ik vergeet telkens een richtingaanwijzer aan te zetten, want dat is zo mooi. Draaiknopje met een soort kookwekkertje eraan. Maar het is gewoon deze auto, net als met de DS, het is natuurlijk ook dezelfde auto eigenlijk in een ja, weliswaar totaal andere uitvoering. Maar je zit gewoon weer ja, te zoeken naar woorden om te beschrijven wat je ervaart als je in zo'n auto rijdt. Het is gewoon ja, nog steeds niet van deze tijd. Deze auto is zijn complete bestaan. Deze is van 58, hij werd geïntroduceerd in 55, de DS dan. Hij werd geleverd mondjesmaat vanaf 56, want Citroën was totaal overvallen door het succes van deze auto. En hij is eigenlijk tot en met, ja, wanneer werd die 78 of eind jaren 70 is de productie gestopt, is dit een totaal onvergelijkbare auto gebleven met alles wat er maar verkrijgbaar is en was in die tijd en nog steeds. Dus ja, weet je, waarde, ja, toen de tijd zal die misschien omgerekend in guldens, wat zou die gekost hebben, ik zou het niet eens weten. Maar als je hem nu zou moeten betalen, volgens mij zei Marco van ja, hij is de herbouwwaarde of de vervangingswaarde is getaxeerd op 35.000 euro. Maar ja, een beetje de verkoopwaarde. Ik denk dat die mensen die betalen hier gewoon 70.000, 80.000 euro voor. Er zijn er maar 395 van gemaakt van deze uitvoering. En van die 395 zijn er nog 4. En dan komt mij nu een Ferrari tegemoet. Nou, die Ferrari die is minder uniek dan deze auto. Want van die Ferrari zijn er wel ja, misschien wel 1000 of 1500 van gemaakt. En ja, die zijn er allemaal nog steeds. En deze van deze auto niet. Dus, lieve kuitbijskinderen. Als je nog eens een keer een Citroën DS of ID ziet rijden, dan zit er maar één ding op. Je wuift ze allemaal vriendelijk gedag. Maar als je een auto ziet rijden die zwart is, met ja, soort lichtgrijze wielen, en dan heeft hij een dak van ongepolijst polyester. Alleen dan moet je toeteren en zwaaien en proberen de bestuurder tot stoppen te dwingen om van dichtbij te bekijken ja, hoe een automobiel tijdmachine uit 1958 eruit ziet. Ik dank jullie voor het kijken. Ik ga nog een uurtje genieten. Zoals gewoonlijk duim omhoog, like en abonneer voor nog meer unieke autocontent. Want ik heb nog heel wat moois in de planning staan. Tot dan!